Ja, Nadia Sminati van de N-VA is komen aanschuiven. Dag, mevrouw Sminati. Goedemiddag. Ja, u leek niet tevreden met het antwoord van de minister. Ik ga hier kamperen tot ik meer capaciteit krijg. Maar misschien eerst eens zeggen, over wie zijn we hier bezig? Hè? Want je hoort natuurlijk van alles passeren. Federale ambtenaren, consulenten, deradicaliseringsambtenaren. Over wie heeft u het? Wel, het gaat voor alle duidelijkheid over begeleiders die gedetineerden die geradicaliseerd zijn of waar een gevaar op radicalisering is, die mensen gaan begeleiden. Er zijn drie categorieën. Er zijn 27 federale ambtenaren die rond het geloof werken met de gedetineerden. Daarnaast zijn er ook twee Vlaamse islamconsulenten die eigenlijk min of meer hetzelfde werk gaan uitvoeren. Maar ik heb het specifiek over twee deradicaliseringsambtenaren. En dat is veel te weinig, hoor. Ja, er zijn er twee om in totaal 230 gedetineerde geradicaliseerden te gaan begeleiden. Dat op zich is al veel te weinig. Maar daarnaast zijn er ook nog eens 450 gedetineerden waarvan men zegt die hebben gevaar op radicalisering. Dus dat gaat over een heel grote groep. En dan is twee veel te weinig. Maar kan u inschatten hoeveel dan wel nodig is? Kan u dat eens concreet maken? Plak daar eens een cijfer op. Wel, ik heb een heel uitgebreid gesprek gehad met de gevangenisdirectie van Hasselt. Daar is een gespecialiseerde vleugel voor de zware gevallen, de geradicaliseerden. Zij zeggen mij van die twee mensen doen pionierswerk. Die zijn van nul begonnen, maar die doen prachtig werk bij diegenen die ze kunnen bereiken. Maar het is een druppel op een hete plaat. Dus er is een veelvoud. Er is een veelvoud nodig. Dat varieert natuurlijk. 22, de aantallen. 40, 100. De aantallen, waarom denkt u zelf? De aantallen variëren. Iedere maand zijn er andere aantallen van aantal gevangenen die in de gevangenissen verblijven. Dus je kan daar moeilijk een fix getal op plakken. Belangrijk is te weten dat er een veelvoud nodig is van die twee. Van twee. Ja. Goed, ja. Dan kunnen er ook 100 zijn natuurlijk. Hè. Daar, we spreken over 450 potentiële tijdbommen misschien die binnenkort vrijkomen. Dan heb je een pak volk nodig. Nu, u bent zelf begonnen met de vaststelling dat er een grote groep gevangenen is die helemaal niet geïnteresseerd is in deradicalisering. Ja. Die zeggen van kijk, zelfs al zou het een voorwaarde zijn om penitentiair verlof te nemen, dan zijn we daar niet in geïnteresseerd. Wij hoeven dat verlof niet. Ja. Wij zetten onze straf uit. Maar wat doen we daarmee? Wel, dat zijn inderdaad die tikkende tijdbommen. Dat zijn mensen waar men alles geprobeerd heeft om die begeleiding op te starten en waarvan de gevangenisdirectie zegt, die weigeren pertinent elk contact. Die mensen komen op een dag ook vrij. Vandaar mijn vraag, wat gaan we ermee doen? Wat stelt u voor? Wel, er zijn natuurlijk vandaag de dag al diensten bezig binnen ons gevangeniswezen om de reïntegratie in onze samenleving op een ordentelijke manier te gaan organiseren. Er wordt binnenkort ook een nieuw project opgestart, Tandem heet dat, om de probleemgevallen te gaan begeleiden. Maar dat is een bijzonder moeilijke taak. Vandaar mijn vraag, wat stelt u voor? Wat gaan we met die mensen doen? Wel, het is natuurlijk een feit dat je een aanklampend beleid moet gaan voeren. Je mag, dus ze blijven je mag opvolgen, die mensen niet blijven. Opgeven. Er zijn mensen, dat is vandaag ook in de plenaire vergadering gezegd, stop daarmee met die deradicalisering. Dat zijn centen dat we daarin steken en dat brengt niet op. Ik ben daar niet mee akkoord. Ik vind dat we moeten blijven gaan voor die begeleiding, want op een dag komt iedereen ooit vrij. Goed, en dan, u bent ook begonnen met de vaststelling, ze zijn niet eens geïnteresseerd. Vandaar mijn vraag, wat gaan we er dan mee doen? Wat stelt u voor? Ik heb het u reeds gezegd, een aanklampend beleid. Ja. We moeten dus die ook als ze op vrije voeten zijn, blijven volgen? Absoluut, absoluut. Dat is een absolute voorwaarde. Dat is een absolute voorwaarde. Op het moment dat die mensen vrijkomen, moeten we er niet van uitgaan dat ze gederadicaliseerd zijn. En dat is ook een thema dat we in het parlement al heel vaak besproken hebben en waar nog te weinig wordt ingezet. Dat is de tijd na de gevangenis. Want dat lijkt mij ook inderdaad. Of moet dat federaal gebeuren of lokaal? Wel, daar is discussie over natuurlijk. Ik denk dat ieder zijn rol moet spelen. Lokaal, ten eerste moeten de lokale besturen op de hoogte zijn.
dat die mensen vrijkomen. Dat is op, ook vroeg, hè? Dat is op zich al een probleem. Ik denk dat daar een systematiek in moet komen, dat burgemeesters, lokale besturen, dat die ruim op voorhand moeten op de hoogte gesteld worden. Binnenlandse zaken zit bij partijgenoten van dat die mensen vrijkomen. Binnenlandse zaken, Jan Bon heeft nu ook beslist dat in elke gemeente een lokaal integrale veiligheidscel moet opgericht worden. En dat is een cel waar de burgemeester aanwezig is, waar de politie aanwezig is, waar ook sociale diensten aanwezig zijn. En die cel moet die informatie krijgen van let op, binnenkort komt dergelijk geval in uw gemeente wonen. 1 op de 4 gemeenten heeft vandaag nog geen dergelijke cel opgericht. Nee. En dat wordt binnenkort een verplichting. Dus dat is zeker een goede zaak. Nog werk aan de winkel. Mevrouw Spinaat, bedankt voor dit gesprek. Uw beste kijker blijft nog even bij ons. Na de onderbreking zijn we terug en dan gaan we het hebben over afval en de verpakkingen ervan.